Nou, vandaag zijn wij op de première van Tegendraad. Het is een thuiswedstrijd, want we zijn nu in Enschede natuurlijk. Maandag gaat een première in Tuschinski in Amsterdam. En vandaag zijn we aan het genieten van onze thuiswedstrijd, ja. Toen we hoorden dat Tegendraad was gemaakt, zei ik eigenlijk gelijk van jongens, ik wil de Twentse première gaan organiseren. En nu zijn we er. Er is al een première geweest in Tuschinski in Amsterdam van Tegendraad. Maar ik vind deze première eigenlijk nog belangrijker, omdat dit de streek is waar ja, de film zich eigenlijk afspeelt. Ja, ik vind het helemaal enig dat deze avond er is. Want het is ook wel heel erg leuk om juist op een plek waar het zich afspeelt, ook met de mensen hier de film te mogen vieren. Dus ik ben heel blij dat deze avond dat die er is. Nou, wij gaan naar deze film omdat mijn man hier heel graag naartoe wilde. Dus ik ga mee. Maar het lijkt mij een hele leuke film. Ik heb hier in gefigureerd vorig jaar in april. Dus ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. Ik woon in de wijk Patmos en ik werk bij de boei. En dan kreeg ik in één keer te horen dat ze daar mensen nodig hadden. Ik denk, nou, wie niet waagt, wie niet wint. Ik geef me gewoon op om te kijken wat er mogelijkheden zijn. Dus ja, en in één wijk is altijd leuk en in je één stad. Tegendraad is het verhaal van een meisje uit een arbeidersgezin, een textielarbeidersgezin. Van vader op zoon op dochter. Het meisje zelf die werkte allemaal in die fabriek, in de textielfabriek. Dat is traditie, dus dat doe je. Maar zij vindt toch dat ze een beetje klein gehouden wordt en dat ze geforceerd wordt om iets te doen wat ze misschien toch liever niet zou willen. Ze weet niet zo goed wat ze dan wel wil, maar ze weet wel dat ze niet nu in die fabriek werkt en dan als ze 23 is, kinderen krijgen, trouwen met iemand uit de streek, een fabrieksarbeider. En ja, daar heeft ze geen zin in. Dus ze verzet zich daar wel een beetje tegen. Ik ben Johanna, dat is de hoofdrol van de film. En zij maakt van alles mee in dit verhaal. En probeert te zoeken naar haar vrijheid. Nee, dit is je eerste hoofdrol. Hoe bevalt het? Ga je dit vaker doen? Wat vind je ervan? Nou, ik hoop dat ik het heel veel vaker ga doen. Het bevalt heel goed. Het was het mooiste avontuur van mijn carrière tot nu toe. Het was zo leuk. De sets waren geweldig. Het zag er zo goed uit. Mijn medeacteurs waren waanzinnig goed. Dus ik voelde gewoon op alle niveaus dat het klopte. Ja. Ik speel de rol van Lena. En dat is eigenlijk de beste vriendin van de hoofdrol Johanna. En het zijn hele goede vriendinnen, maar ze staan ook wel heel anders in het leven. En dat ga je ook wel voelen dat op een gegeven moment ook wel frictie geeft. Over welke weg ze gaan bewandelen. Ja. Ik speel de rol van Aleid Brinks. En zij is de dochter van de fabriekseigenaar. En zij zit nogal vastgeroest in wat haar vader van haar wil. En Johanna, gespeeld door de fantastische Emma Josten, inspireert haar om iets meer haar eigen stem te vinden. Voorstelling van de Twentse première Tegendraad. Namens het hele team van View Enschede wensen wij u een fijne voorstelling. Ik vond het heel mooi om te zien ook hoe niet alleen de Nederlandse, maar ook vooral de Twentse eigenwijsheid en die koppigheid terug naar boven kwam. Echt die standvastigheid daarin. Hoe vond je dat om te doen? Vond ik heel fijn. Ik vond dat heel fijn. Ik kon daar ook wel iets van mezelf in kwijt. Ook omdat je voelt van, die wereld houdt haar zo klein. En ik als Emma word daar ook kriegelig van. Dus ik vond het heel fijn dat ik daar iets mee kon in plaats van dat ik gewoon ja en amen zei. Vond ik heel fijn dat ik daar een ontwikkeling in kon doormaken. En dat ik kon zeggen nee op een gegeven moment. En dat ik mijn eigen weg ga. En dat die koppigheid, die beviel me wel in dit verhaal. Ja. Wat vond u ervan? Hele leuke film. Ja, echt. Het is ook een leuke film ook voor jong en oud. Dus dat is helemaal mooi dit. Ja, heel mooi. Ja, de opnames waren super. Dat kon ik gewoon niet beter. Ik vind het leuk hoe de film een beetje deelt met de thema's van het comfortabele bekende en het oncomfortabele onbekende. En het is op een mooie manier uitgevoerd. Dus ik vind het best wel een goede film geworden en ik kan hem zeker aanraden. En hoe was het om eigen delen van de stad terug te zien? Herkende u het een beetje? Ja. Nee, dat was hartstikke tof. Daar ben ik gewoon trots op. Ik ben zelf opgegroeid in Hengelo, maar ik kende eigenlijk de verhalen rond de spaghetti redden en zo helemaal niet. Dus superleuk om dan zo een beetje te rollen in je eigen oude geschiedenis, zullen we maar zeggen. En heeft u ook nog een favoriet moment van de film toevallig?
Nou, dat zij tegen de Italiaan zei van nee, ik ga naar Arnhem. Vond ik wel cool. Ik zou zeggen, ga allemaal naar de bioscoop voor deze film. Eens een keer een goede Nederlandse film, ga gewoon naar deze toe dan.